Ik dacht, ik ga gewoon heel even lekker live. Meestal doe ik dat op mijn The Wire Girl pagina. Maar vandaag dacht ik, nee, ik kom gewoon lekker op mijn persoonlijke pagina. Omdat business en pleasure soms gewoon heel makkelijk te kruisen zijn. Ik ben vandaag aan het brainstormen met twee superjournalisten uit mijn network. Heel internationaal netwerk. En we zijn aan brainstormer voor Ramon Valle, die ik je zo ga laten zien. Een jazzmuzikant van wereldformaat. En Ramon heeft een geweldig nieuw project. En die wil met dat project, dat veel breder en groter is dan de jazz scene, wil die buiten de grenzen van de jazz treden. En we zijn aan het brainstormen over hoe je dat kan doen zonder de kern te verliezen van wie je bent en waar je voor staat. En ik heb een aantal hele leuke journalisten uitgenodigd die mee gaan denken. En ik heb voor jou ook drie tips over hoe ontdek je nou in je werk of in je creativiteit wat het mediawaardige verhaal is. Want we hebben allemaal honderden verhalen, honderden dingen die er mogelijk interessant zouden kunnen zijn. En dat is ook leuk. Maar wat is nou dat ene verhaal waar een journalist of een redacteur bij de eerste zin dat je het zegt kippenvel van krijgt? En ik wil je even voorstellen aan Annetje Stokvis. Hallo. Anne, we kennen jou. Anne, jij en ik kennen elkaar van Radio 1, van BNN. En we hebben samengewerkt. Ja. Je werkt bij De Wereld Draait Door, je hebt een eigen bedrijf, je bent een mediamaker, videomaker, radiopresentator. Hoe ga je nou ontdekken als je creatief bent of ondernemend, wat je kippenvelverhaal is voor de media? Ja, nou, mijn tip, en dat is eigenlijk een stap verder, want straks hoor je van mijn collega's hier aan tafel wat nou dat verhaal is. Maar als je het verhaal hebt, wat belangrijk is als je redacties gaat benaderen en mensen hun aandacht wil trekken, is dat je eigenlijk een persbericht of een mailtje naar de pers moet je zien als een zak patat. Dus bij een zak patat, dan wil je ook dat de lekkerste frietjes, die zitten altijd bovenin. Daar kan je gelijk bij. En zo bouw je eigenlijk zo'n bericht op. En onderaan is misschien de zak patat een beetje leeg. Dus bovenaan zet je het allerbelangrijkste en dan werk je naar beneden en dan wordt het breder. Dan ga je voorbeelden geven, dan geef je een quoteje erbij. Maar bovenaan zitten de lekkerste frietjes en jouw belangrijkste nieuws en ook boodschap. Ja, want wat ik zo mooi vind, Anne, wat er vaak gebeurt, is dat mensen met de beste wil van de wereld het soort allemaal opbouwen. Ja. Er was eens, of het begon allemaal bij. Ja. En tegen de tijd dat je dan op je punt komt, dan heb je eigenlijk de aandacht van de redacteur. Een soort spanningsopbouw. Ja, niet doen hè? Nee. Ik ben zelf, nou voor De Wereld Draait Door bijvoorbeeld, ik krijg echt heel veel mailtjes per dag. En eigenlijk lees ik de titel en de eerste twee zinnen. En als ik dan al denk van, dan lees ik ook niet verder. En dat is geen onwil en het is ook geen desinteresse, maar het is echt omdat je zoveel dingen moet schakelen en moet... Ja, het kaf van het koren moet scheiden, dat de tijd is er niet om al die mails helemaal door te gaan lezen. En daar moet ik zelf dan gaan denken, oké, wat bedoelen ze eigenlijk? Dus het moet gewoon strak bovenin gelijk moet denken, dit is wat. Nu ga ik nog even kijken wat er verder staat. Ja, mooi. Super. Kijk, dit zijn van die tips. Dit zijn van die tips, daar kan je echt wat mee. Begin met het belangrijkste nieuws bovenaan. Niet opbouwen dat de nuance komt later, maar knal gewoon dat nieuws in de face, in het gezicht van die journalist, anders ben je hem of haar kwijt. Oké, Marloes is. Yes. En Marloes vindt het, Marloes altijd als ze hier is, want ik nodig haar vaak uit, want ze is echt een creatieve mastermind. Maar Marloes vindt het vreselijk op de camera. Ja. Terwijl ze zo, en hartstikke goed. Live. Ja, maar goed. Ja. Oké, Marloes, wat is jouw tip? Hoe ontdek je nou wat aan al die leuke dingen die je doet en kan, dat ene verhaal is waarmee je de aandacht grijpt van een tijdschrift, van een krant, van een radioprogramma, van een televisieprogramma. Wat is dat ene belangrijke kippenvelverhaal? Nou ja, ik denk vooral dat het een oprecht, eerlijk verhaal moet zijn. Omdat mensen er toch wel doorheen prikken. Ja. Als het niet echt authentiek is. Nee. Dus, mooi, daar hebben we het ook veel over gehad, hè? Je hoeft jezelf niet groter te maken. Hè? Nee. Niet liegen. Ook niet kleiner. Maar ook niet kleiner. En dit is wel belangrijk, want veel mensen maken zichzelf in een mooi werk ook kleiner, hè? Ja, klopt. En dat werkt niet. Want wat gebeurt er als iemand zich groter of kleiner maakt? Wat gebeurt er dan bij jou als journalist? Je voelt het. Ja, je voelt het toch wel. Je leest het er ook aan af. Je merkt het gewoon. En dan vraag je natuurlijk door als je iemand interviewt. Maar ik denk dat mensen die lezen het er gewoon aan af. Of het oprecht is of niet. Ja, eerlijk zijn. En dat is puur het gevoel, ja. Ja, ja. Mooi. Mijn tip, want ik heb natuurlijk ook eentje. En mijn tip is eigenlijk wat je hier ziet. Wat we aan het doen zijn.
Op het moment dat je denkt, ik heb 5 of 6 dingen die misschien wel interessant kunnen zijn en ik wil wat meer naar buiten treden in de pers of bij de media, nodig dan mensen uit die ergens heel goed in zijn. Het liefst mensen uit de media, misschien ken je die niet. Wat ik doe voor de ondernemers waarmee ik werk, ik nodig mensen uit mijn netwerk uit voor deze soort brainstorms. Maar nodig mensen uit een andere branche en laat die met frisse ogen met je meekijken. Omdat soms wat het meest interessant is aan jou, zit zo in je blinde vlek, omdat het voor jou heel normaal is. Of dat vind jij helemaal niet zo bijzonder aan jezelf. En dan zitten we allemaal zo van, yo, maar dit is boeiend. Dus je hebt ook een ander soms nodig om jezelf wat scherper te kunnen zien. Dus plaats jezelf in situaties waarin anderen met je mee kunnen denken over je verhaal. Dat is voor mij echt bijna alle goede dingen die bij mij ontstaan en ook voor de ondernemers met wie ik werk of de creatieven ontstaan op die manier. Je hoeft het echt niet alleen maar op je zolderkamer met je kat erbij uit te puzzelen. Je mag gewoon hulp vragen hierin. En het is hartstikke leuk ook. Ja, gewoon delen. Kijk, Ramon, this session is for you. Yes. You look very happy. Yes. Why is that? I think so many things that I learned through this session. And I like that. Things about myself, the things that I have to conquer. Mm-hmm. And for me, I cannot wait for the next time. Look the at next you. Time when you see me doing what I'm supposed to do. I love that. I love that a lot. Maret, jij bent echt een cliffhanger. Hebt echt die tips. Maret, jij bent mee. Ramon is jouw man. Jullie hebben samen jullie platenlabel, het bedrijf. Mm-hmm. Hoe was het voor jou? Ja, heel erg leuk ook. Heel erg leuk, interessant. En wat ik ook merk is, kijk, Ramon en ik praten natuurlijk vaker met elkaar. Want jullie houden van elkaar, zijn getrouwd, dat soort dingen, samen het bedrijfje kennen. Ja, dus dat. maar het is heel erg fijn, en misschien dat is ook een tip die jij net gaf, dat je zit nu met andere mensen, die wij overigens, twee ervan ook, niet eerder hebben ontmoet. Die dan toch weer andere woorden gebruiken, op een andere manier dingen zeggen. En dan merk ik dat het ook weer op een andere manier binnenkomt. Dus dat is gewoon heel, ik denk dat het heel, heel veel heeft geholpen vandaag. Met inzichten. Ja. Wat goed, wat leuk. Ja. Ik dacht, omdat ik het zo leuk vind om ook in de positie te zijn om mijn media en mijn tv en mijn journalistennetwerk te verbinden aan mijn creatieve en ondernemersnetwerk, dacht ik wil je gewoon heel even laten meekijken. Misschien kan je wat met die 3 tips, ga ermee aan de haal. Even, wat was nou de verzameling? Je verhaal moet een zak patat zijn. Anne heeft uitgelegd wat dat betekent. Marloes heeft gezegd, probeer eerlijker te worden. Niet jezelf groter maken, maar ook niet jezelf kleiner maken. En ik zeg, zoek de juiste context. En de juiste context ligt vaak buiten jezelf. Met andere mensen die met frisse ogen kunnen meekijken naar jou en je verhaal. Om de essentie eruit te halen. En ik ben gewoon benieuwd welke van die tips, zak patat, eerlijker worden. Wees jezelf. Ja, precies. Altijd een zak patat. Wat trouwens wel, dat ligt best wel dicht tegen mijn levensfilosofie aan. Altijd een zak patat. Maar welke van die 3 tips, de zak patat, de eerlijker worden, niet groter worden, maar ook niet kleiner worden. En de juiste context voor jezelf creëren met andere mensen, hulp vragen. Welke van die tips je het meest aanspreekt en waar je mee gaat experimenteren? Laat het me weten in de comments, vind ik leuk. Wij gaan hier niet de zak patat op eten, maar wel alle hapjes die ik heb gehaald. En nog een afsluitende ronde doen. En dan laten we alle inspiratie op ons inwerken. Hey, tot heel snel. Leuk om je even te hebben mogen laten meekijken via Facebook Live. En tot een volgende keer. Oh, wacht. Zwaai. Wait, darlings. Wait. Dag. Jij bent heel dichtbij. Oké, doeg.